waar de hoogste bomen het wassende water weerstaan. Het is nemen en geven, de natuur laten leven, de stromen hun weg laten gaan. Waar dieren en planten het klein zijn ontgroeien, het Overijssels landschap blijft bloeien. Een land dat zich uitstrekt, van de Reesdaal tot IJssel. Jij stemt me zo positief. Overijssel, wat heb ik je lief. De meeste mensen denken niet aan de stad als ze natuur willen beleven. Toch is er in en om de stad al wel veel natuur te vinden. In de grachten en sloten zien we de gele plomp. Stilstaand water is voor deze plant de perfecte plek om te groeien. Langs de waterkant staat de kattenstaart of de tarwebloem, die de stad opvrolijken met hun kleurrijke bloemen. Aan oude stadsgrachten rondom kastelen is ook veel natuur te vinden. De muurplanten hangen er letterlijk aan de muur. In de parken groeien veel bolgewassen, zoals deze narcis. Deze bolgewassen worden stinzenplanten genoemd. Stinzen betekent stenen huis in het Fries. En alleen de rijkere landheren konden het zich vroeger veroorloven om deze exclusieve planten uit het verre Azië te laten overkomen. Duiven en wilde eenden zijn in de stad altijd wel te vinden. Ze hebben zich helemaal aangepast aan de herrie van het verkeer en deinzen niet zomaar terug wanneer een passant dichterbij komt. Maar ook de meerkoet is een stadse vogel. Het is een echt gezelschapsdier. Nog een vogel die je in de gracht rondom de stad steeds vaker tegenkomt is de fuut. Vlak langs de oever maakt hij een drijvend nest. Het paar beschermt hun kroost extra goed door ze op hun rug te dragen. Een stukje natuur om echt van te genieten, juist in de stad. Deze aflevering van Natuurlijk Overijssel laat u iets zien van de natuur in de omgeving van de stad. En gaat vooral in op de vele fraaie plannen die er zijn om meer natuur- en recreatiegebieden naar de stad toe te brengen. Zoals bij Deventer en Zwolle. De aflevering vandaag gaat over natuur bij de stad. We staan hier op de IJsseldijk bij Zwolle-Zuid en we kijken op een kleine uiterwaard die door het Staatsbosbeheer wordt beheerd, Oldenheel. En deze uiterwaard heeft, ondanks het feit dat hij nogal klein is, hele hoge natuurwaarde. Er broeden veel moeras- en watervogels en in de winter kan je hier honderden pleisterende eenden en zwanen en ganzen zien. En als we ons nu omdraaien en we lopen even mee, dan zien we dat we hier vlak bij de stadsrand van Zwolle-Zuid zitten. Dit is een heel initiatief punt om te laten zien dat natuur en de stad elkaar kunnen raken. Het illustreert ook wat het Staatsbosbeheer graag zou willen, dat natuur en de stad meer met elkaar verbonden worden, zodat mensen vanuit de woonwijk natuur kunnen beleven en niet meer een grote afstand hoeven te overbruggen om in de natuur te komen. Juist tijdens de dagelijkse wandeling met de hond zoeken de bewoners van Zwolle de rust van de natuur op. Om deze mensen nog bewuster te maken van de natuur om hen heen, heeft Staatsbosbeheer borden neergezet. Hierop staan de bijzonderheden van de omgeving en kunnen geïnteresseerde vogels herkennen. Staatsbosbeheer doet er alles aan om de stadse mens dichter bij de natuur te krijgen.
De Nederlandse samenleving is verstedelijkt. Steden horen in ons land bij, in dat dichtbevolkte Nederland. Steden zullen er ook altijd bij blijven horen en steden groeien. De enige manier om in zo'n samenleving natuur een goede plek te geven, is te zorgen dat de stad en de natuur weer wat met elkaar hebben en wat met elkaar houden. En dan bedoel ik met natuur de robuustere natuur die tegen een stootje kan, waar natuurlijke processen plaatsvinden en niet de aangeharkte cultuurnatuur. Rivieren en de steden die aan de rivieren liggen bieden uitstekende mogelijkheden om dat type natuur met de stad te verbinden. You got a friend in me. You got a friend in me. If you got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. Natuur in de stad is er voor elke dag. Je kan er elke dag naartoe. Je kan het ervaren, je kan het proeven, je kan het beleven. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. Zelfs midden in de stad is veel natuur te vinden. En zeker waar nog van die oude muren zijn. Wat kleine beestjes betreft heb je soms van die zebraspinnen. Er zijn allerlei vogels die in nissen broeden. Maar heel bijzonder zijn de typische muurplanten die we hier ook aantreffen. Zoals het muurleeuwenbekje en de muurpeper. U kent hem wel, dat vetplantje dat in delen van het jaar prachtige gele bloempjes heeft. En muurpeper, omdat hij waarschijnlijk zo peperig smaakt. Heel leuk. Er zijn zelfs mensen die muurpeper en huislook, een andere vetplant, op het dak zetten tegen onweer. Nou, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Maar of het echt werkt, dat weet ik niet. We staan hier bij de zandwetering, een wetering die pal op dit punt langs de bebouwde kom van Deventer loopt. En in het project Landstad Deventer is dat een van de ideeën die naar voren is gekomen in de afgelopen tijd om die wetering weer een meer natuurlijk en landschappelijk karakter te geven. Om die in te passen in het landschap en ook weer een functie te geven voor de bewoners. Nou, we staan hier om te laten zien dat dat op dit moment niet het geval is. Als we even kijken naar de bebouwing, hè, de flat die daar staat, dan is die flat ook eigenlijk met de rug naar het buitengebied toegebouwd. De kamers, het uitzicht vanuit de flat, dat gaat over de stad. Er is ook beplanting aangebracht. In feite heeft deze wetering hier geen andere functie dan het overtollige water afvoeren. Er zit uiteraard wel een enkele visser en misschien laat iemand zijn hond hier nog wel uit. Maar verder is er geen direct verband tussen deze waterloop, deze wetering en het wonen in de stad. Nou, dat willen we graag verbeteren. Daar willen we verbeteringen aanbrengen door het landschappelijk weer mooi in te passen. Zodat straks de bewoners en eventueel ook toekomstige bewoners of zoeklocatie voor woningen voor de gemeente Deventer. Om te zorgen dat het weer een verband geeft met de stad, toegankelijk wordt voor de bewoners, zodat de bewoners hier lol krijgen om weer te verkeren en het fijn vinden om hier te wonen. Landstad Deventer is een project waarin een aantal instanties samenwerken. Dat zijn de provincie, de WMO, het waterschap Groot-Zalland en de gemeenten Olstweijen en Deventer. En niet te vergeten het ministerie van LNV. Die werken daarin samen en het doel was ideeën te ontwikkelen, vernieuwende ideeën te ontwikkelen samen met de bewoners. Nou, een van die ideeën die we nu willen gaan uitvoeren, willen gaan uitwerken, dat betreft die zandwetering. Yeah.
staan hier bij de zandwetering net ten zuiden van Olst, bij de Boskamp. Het leuke van dit punt is dat hier de zandwetering al natuurlijk is ingericht door Staatsbosbeheer en het waterschap Groot Salland. Die hebben dat initiatief een aantal jaren geleden genomen. En we zien hier wat we eigenlijk als provincie graag zien in al die weteringen in Salland en in Landstad Deventer proberen uit te voeren. Een wat natuurlijker inbedding van die wetering. Landschappelijk mooi ingekleed. Nou, in feite wat we hier om ons heen zien. Bij Deventer en andere dorpen waar die wetering, de zandwetering, langs loopt, daar hebben we natuurlijk het idee om dat veel toegankelijker te maken. Dan zul je hier dus dit beeld kunnen zien, maar dan met bruggetjes, met meer, meer parkachtig ingericht, zou ik zeggen. De provincie die wil dus samen met haar partners in Landstad Deventer ervoor zorg dragen dat de natuur weer dichter bij de bewoners van de stad komt. En andersom, dat die bewoners vanuit de stad ook weer gaan recreëren in een stukje natuur, weer kunnen struinen buiten en van het landschap kunnen genieten. Nou, en daar willen we eigenlijk samen een visie op ontwikkelen dat voor elkaar komt. En ik zou het mooi vinden als dat over 5 jaar het geval zou zijn. Ik ben dus met de serie zelfportretten begonnen. Uit een soort vastzitten en niet weten waar ik naartoe wilde met mijn schilderen. En door wat gesprekken met andere collega's kwam ik eigenlijk tot een soort slot van ja, het is eigenlijk wel heel grappig om jezelf als uitgangspunt te nemen. Het kan ook heel confronterend zijn, maar het is ook het is heel uitdagend. Om dan toch te kijken of je daar weer een meerwaarde aan kunt geven aan een zelfportret. Nee, ik zie die schaarse boom meer als natuur in de stad. Mensen zijn wel natuurlijk een soort natuurverschijnsel waar je niet omheen kunt. Maar juist in een stad vind ik dat mensen misschien nog wel erg weinig te maken hebben met de natuur. Ik ben geen landschapsschilder, dat niet. Maar ik ben wel iemand dat ik het heel erg prettig vind, zeker als ik op vakantie ben, om ergens te zijn waar je eigenlijk zo min mogelijk mensen tegenkomt en zoveel mogelijk ongerepte natuur of zoveel mogelijk rust. Nou, dit is ook een aspect van mij, dus en dat laat ik op deze manier zien. Maar het is ook een gedachte die je vaak kunt hebben van, dikke neus. In dit geval, dikke tong. Ja, dit plantje heet zwarte nachtschade. Groeit op opgespoten terreinen, maar ook in de stad, gewoon tussen de stoeptegels, aan de stoeprand bijvoorbeeld. Je kunt hem herkennen aan de prachtige witte bloempjes met een geel tuitje. En wie thuis
aardappels kweekt of in de volkstuin, je zal zeggen, hé, precies dezelfde bloemen. En dat klopt ook, want ook aardappels horen thuis in de nachtschadefamilie. Net als de aardappelplant is ook de nachtschade giftig. De besjes zijn nu nog groen, maar over een tijdje zwart, vandaar zwarte nachtschade. En als je de bloempjes bekijkt en weer naar de volkstuin gaat in je gedachten, dan herken je misschien ook wel de bloemen van de tomatenplant. Ook de tomaat hoort in dezelfde plantenfamilie thuis. Alleen het aparte is daar dat de vruchten wel gegeten kunnen worden. Die worden knalrood en eten we graag op onze boterham. Welkom bij deze rondleiding. Een rondleiding die een ander karakter zal krijgen als je wellicht gewend bent. Want ik ga je niet alleen meenemen in dit gebied. Dit gebied betekent de stadsrand van Zwolle en de IJssel. Maar we maken ook uitstapjes naar het natuurontwikkelingsproject De Duurse Waarde bij Oldstweijen en de Mijnerswijk bij Arnhem. In die twee laatste gebieden is jaren geleden robuuste natuur ontwikkeld. Waar heel veel mogelijkheden zijn voor zowel natuur als mensen. En dat zijn voorbeeldgebieden die misschien gebruikt kunnen worden bij de toekomstige inrichting van datzelfde gebied tussen Zwolle en de IJssel. En we zullen eens gaan kijken wat dat voor mogelijkheden oplevert. Ik zou zeggen, ga die even meekijken. In het kader van het landelijk project Groen in en om de stad worden op verschillende plaatsen in ons land ideeën ontwikkeld om meer natuur- en recreatiegebieden bij de stad aan te leggen. Een van die plaatsen betreft de IJsselzone tussen Zwolle en Hattem. Natuur bij de stad. Wordt dat wel wat, zullen jullie denken? Nou, dat valt reuze mee. Als we hier kijken in dit gebied, een stukje uiterwaard pal tegen de stad Zwolle aan, ingeklemd tussen een drukke spoordijk, de IJssel, een oude verkeersbrug, een druk bereden dijk. We vinden hier een relatief klein stukje van 30 hectare, waar in 1992 nog puur gras stond. Daar hebben we een grote waterplas gegraven en het is inmiddels een echt vogelparadijs geworden. Wat vind je hier aan? In het voorjaar vooral veel steltlopers en dan voornamelijk grutto's en in de winter veel watervogels, eendensoorten, ganzen, zwanen en die zijn vanaf al die verschillende locaties heel goed te zien. Wij noemen dit een mooi voorbeeldproject van natuurmogelijkheden dicht bij de stad. Als het ware zou je kunnen dit een natuurgebied kunnen noemen met een hoge etalagefunctie. Je kunt het aan alle kanten heel vrij bekijken. We staan hier in de IJsseluiterwaarden, een gebied waar volgens het Staatsbosbeheer prima kansen liggen voor het ontwikkelen van robuuste en ruige natuurgebieden, waar allerlei recreatieve mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden. En één zo'n voorbeeld van zo'n recreatieve mogelijkheid is een fietsverbinding via een veerpontje over de IJssel, wat een fraaie verbinding vormt tussen de mooie Hanzesteden Hattem en Zwolle. En die komt er nu net even aan. Op dit moment zijn alleen de buitengrenzen van de IJsselzone vastgesteld. De invulling staat nog geheel open en zal tot stand moeten komen in goed overleg met de betrokken partijen. Een voorbeeld van hoe het met robuuste natuur kan worden ingevuld zien we hier bij de Duurse Waarde.
We staan hier in het uiterwaterpark Meijnerswijk bij Arnhem. Of eigenlijk moet ik zeggen in Arnhem. Want dit park is helemaal ingesloten in de stedelijke bebouwing. We hebben dus een uitstapje moeten maken om iets van een robuust natuurvoorbeeld te zien. Dicht in de nabijheid van veel mensen. En, ja, dit is een heel waardevol gebied van zo'n 100 hectare. En ondanks het feit dat mensen hier eigenlijk onbeperkt kunnen wandelen, komt hier toch nog heel veel natuurwaarde voor. En dat is op zich een uitdaging. En eens kijken of dat in de praktijk hier ook te zien is. We staan hier midden in dat ruige natuurgebied met heel veel natuurwaarde, maar lukt dat wel met al die drukte hier? Want het wemelt van de kinderen bijvoorbeeld nu. Ja, nou, natuur zat gewoon. Het is een heel belangrijk vogelgebied. Heel veel vogels, broedvogels, ook trekvogels, van de winter en wintergasten. En ja, het is gewoon een hartstikke leuk gebied, midden in de stad. Ja. En ik heb begrepen dat de kinderen hier ook volop bezig zijn met een natuureducatieprogramma van de stad Arnhem. Ja. Die komen hier nu een aantal weken en die doen allemaal projectjes, onderzoekjes, vogels kijken, naar de koeien kijken, paarden kijken. En ondanks die drukte ook nog belangrijke broedvogels hier in het gebied? Ja, de afgelopen jaar hadden we zelfs 4 kwartelkoningen. Ja, dat is prachtig. En de beleving ook belangrijk voor mensen, dat ze waarderen het heel groot. Mensen die vanuit de stad hier komen, die zitten voor hun gevoel in de wildernis. Er zijn mensen bij die nog kunnen verdwalen. Ik heb u nu meegenomen langs een aantal natuurgebieden, robuuste natuurgebieden, zoals het Engelse Werk, de Duurse Waarde en hier Meijnerswijk bij Arnhem. Vaak is het zo dat de oprukkende stad een bedreiging is voor bestaande natuurgebieden. Het kan ook andersom. Je kunt bij de stad nieuwe natuurgebieden aanleggen. En dan zijn het geen bedreigingen meer, maar juist kansen. En juist bij die kansen wil Staatsbosbeheer weer graag zijn bijdrage leveren. En bij dit fraaie beeld van een grazend paard op de achtergrond, de uiterwaarde met de stad Arnhem, beëindigen we deze rondleiding. Ja, voor ons is het najaar begonnen, maar voor de wilde eenden in de stadsparken is het voorjaar al flink op gang. De mannetjes hebben hun prachtkleed alweer gekregen nadat ze een tijd lang bruin en onopvallend zijn geweest. Ze hebben nieuwe veren gekregen en nu begint de strijd om het vrouwtje. En wat je dan ziet is hele grote groepen woerden met ertussen 1 of 2 vrouwtjes. En die heren doen niks anders dan imponeren. Poetsen, omhoog wippen en even fluiten, baden. Dingen die ze normaal ook wel doen, maar die nu een beetje een ritueel karakter hebben. Altijd leuk om naar te kijken en dan zeker in zo'n park waar vaak heel veel van die wilde eenden bij elkaar zijn. In de vrije natuur slapen eenden overdag, maar in zo'n park zijn ze juist overdag actief. En u weet wel waarom. Wie van wandelen houdt, kan op maandag 17 juni zijn hart ophalen in het eerder Achterbroek. Op deze dag organiseert Vereniging Natuurmonumenten een avondexcursie. Tijdens de excursie staan de medewerkers van Natuurmonumenten u graag te woord. De excursie begint om 7 uur. Het vertrekpunt is de parkeerplaats bij Kasteel Eerde. Dit wordt aangegeven vanaf de Hammerweg tussen Ommen en Den Ham. Op donderdag 20 juni en dinsdag 25 juni kunt u ook aanschuiven. Staatsbosbeheer organiseert op deze dag een excursie in de Weerribben. Tijdens het varen langs de rietkragen vertelt de boswachter het verhaal van eten en gegeten worden.
De boottocht begint om 10:30 bij het bezoekerscentrum De Weerribben, Hogeweg 27 in Ossenzijl. Langs de IJssel is van alles te beleven, zo ook in de vreugderijke Waard. Daar wordt op dit moment gewerkt aan een bijzonder project. Vereniging Natuurmonumenten en Dienst Landelijk Gebied houden dikwijls rondleidingen in het gebied. En op zaterdag 22 juni kunt u weer meedoen met een rondleiding. Maar let op, trek wel laarzen aan, want het gebied kan blubberig zijn. Om 14:00 bent u van harte welkom bij het informatiecentrum Vreugderijke Waard aan de Vreugderijkerweg in Zwolle. De excursie is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Wie zin heeft in een dagje knutselen moet zaterdag 22 juni naar de Springenberg komen. Op deze dag organiseert Vereniging Natuurmonumenten een natuurworkshop voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De workshop begint om 14:00 in de excursieschuur De Pas en deze is te vinden aan de Oude Deventerweg iets buiten Haarlem. Op zondag 23 juni houdt Vereniging Natuurmonumenten een wandeltocht op het landgoed Egeria. In dit heuvelachtige landschap tussen Oldenzaal en De Lutte kunt u heerlijk tot rust komen in De Bergen. De wandeltocht begint om 10:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats achter restaurant De Tankenberg aan de N1 van Oldenzaal naar Bentheim. We zijn hier bezig met het onderhoud van een kikkerpoe. En wel hierom, als het niet gebeurt, dan groeit die dicht. En dan gaat de waarde van de kikkerpoe verloren. En dan verlamt die op den duur. En dan missen we het een en ander. Kikkerpoelen werden in het verleden veel gebruikt als drinkplaats. De boeren zorgden ervoor dat de poelen elk jaar werden schoongehouden. Nu koeien en schapen op een andere manier drinken, zorgen de vrijwilligers ervoor dat er elk jaar voldoende oppervlakte water blijft. De biotoop rondom een kikkerpoel is net zo belangrijk als de poel zelf. Misschien nog wel iets belangrijker. Want de amfibieën leven relatief voor een korte tijd in het water. Eigenlijk wordt het water, de poel, alleen gebruikt om voor te planten, om eieren af te zetten. En daarna gaat men het land op. En de meeste amfibieën overwinteren ook op het land. Dus daarom is de omgeving van een poel eigenlijk net zo belangrijk als de poel zelf. Want ze kruipen in het afgezette hout van de willigen. Daar kunnen ze in overwinteren. En om een goede omgeving te krijgen is iets als houtwalm en singels gewenst. En hier staan dan toevallig knotwilligen omheen. En die zullen toch ook bijgehouden moeten worden. En die worden dus eens in de zoveel tijd geknot. Dus een poel alleen maar helemaal in een kaal weiland, ja, daar hebben die beesten niet zoveel aan. Wij werken vanuit de Vrijwilligerscentrale Deventer. Dat is een groep die zich actief bezighoudt in het onderhoud van kleinschalige landschapselementen. En wij werken zowel voor particulieren als wel voor natuurmonumenten, staatsbosbeheer en ook wel voor het landschap Overijssel. Het is leuk werk, dankbaar werk. Zeker als je de kamsaldermander die hier in de omgeving voortkomt, die toch vrij zeldzaam is, zijn biotoop mee in stand kunt houden. En het is natuurlijk gewoon aangenaam om buiten te mogen werken. Natuur en Milieu Overijssel is als een spin in het web als het natuur en milieu in de provincie betreft. Vandaag een korte blik op één van haar werkvelden. Vandaag willen we het hebben over een heel bijzondere diersoort, namelijk de steenmarter.
een heel fraai beest. Het beest verstopt zich vaak op zolders, op schuren. En daar kan het beestje inderdaad overlast bezorgen. En dat kunnen we voorkomen door ervoor te zorgen dat het beest niet in het huis kan komen. Dat is de beste remedie om de overlast te beperken. En schade aan pluimvee, dat hoeft al helemaal niet. Als de mensen maar zuinig op hun kippetjes en duiven zijn en ervoor zorgen dat het dier niet in een hok kan komen waar die beesten 's nachts in zitten. Als u meent overlast van deze beesten te hebben of u krijgt schade, dan kunt u zich in verbinding stellen met Natuur en Milieu in Zwolle. Daar zetelt een werkgroep die zich bezighoudt met de bestudering van de zoogdieren in Overijssel. En die maken serieus werk van elke melding die binnenkomt. Zowel van schade, overlast of verkeersslachtoffers. Weet u net zoveel over de natuur als Peter van Dam? Doe dan iedere week mee met de natuurquiz van Natuurlijk Overijssel. Als u het antwoord op Peters vraag van deze week weet, ga dan naar www.rtvoost.nl en maak kans op prachtige prijzen. Mooi hè, die fjordenpaarden. Steeds vaker zie je trouwens grote grazers in natuurgebieden. Heel bekend zijn natuurlijk de Schotse hooglanders en de hekrunderen. En met de hekrunderen heeft meneer Hek ooit het oeros terug geprobeerd te fokken. Dan loopt er in Nederland ook een paard. Het koninkpaard. Welk wilde paard heeft men in dit dier geprobeerd terug te fokken? Hiermee zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering. Volgende week kunt u opnieuw genieten van Natuurlijk Overijssel. Struinen in de tuin van Nederland, samen met de provincie Overijssel en verschillende organisaties die zich inzetten voor het behoud van de natuur in onze provincie. Dat betekent samenwerken aan een leefbaar en natuurlijk Overijssel. Meer informatie over deze uitzending of over het werk van de participanten is te vinden op teletext of via de homepage van RTV Oost, www.rtvoost.nl. Thank you.